Mijn naam is Jacqueline Blom en ik kom uit Nijkerk. En vanuit camping De Helderse Bossen presenteer ik straks het weer. Maar eerst mijn uittips voor het komend weekend. In Panningen wordt op zaterdag 8 augustus een kindermiddag met springkussens georganiseerd. Ten behoeve aan Stichting Haarwens. Van 11 tot 4 uur staan er in het centrum van Panningen diverse luchtkussens opgesteld. Op zondag 9 augustus organiseert Runtje Koeberg de jaarlijkse fietstocht voor 30, 40 en 60 kilometer voor de recreatieve fietsers. Alle routes zijn volledig uitgepeld. Dit jaar fietst u door mooie plekjes van de Peel. Start en aankomst is bij het Kerkenbuske aan Koeberg 3 in Helden. En dan het weerbericht. Dit weekend krijgen we droog en vrij zonnig weer. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan er een bui vallen. Zaterdag wordt het 24 à 25 graden. Zondag wordt het met 26 à 27 graden iets warmer. Na het weekend blijft het droog en zonnig. Het is warm met zomerse tot tropische temperaturen. Het wordt zo 28 tot 33 graden. Echt zomers weer dus. Bedankt voor het kijken en luisteren en nog een fijn weekend. Wow, wat gezellig hier zeg. Echt leuk. Leuk hè? Dit was Zomer in Pelemaas vanuit de Helderse Bossen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei! Heb jij een blote buik? Oh ja, ik zie het. Ja, het is toch ook lekker zomer?